Voor gamers en artists, dat is wat Myonix zegt. En we gaan voor het eerst ook een product panelen van Myonix. En dat doen we hier in Gamers at Gear. Elke dinsdag de laatste Tech Gadgets in Gear. Op gamers.nl, dagje later op YouTube. Naast mij zit Tom Kouwenberg. Hallo Tom. Hi, Peter. En ja. Brandlos. Myonix is een, begin maar. Ja, inderdaad, als je het zo ziet, dan heb je al meteen zoiets van, dat is iets anders. Dat zie je ook gewoon. Myonix is qua merk, qua branding, het zijn gekke Zweden die zoiets hadden van, we willen gaming producten afleveren, maar we willen wel dat er een soort van speciale swoon aan zit, een speciale charme. En ik heb het idee dat ze ook wel zeker gelukt is door te gaan voor kekke patroontjes en kekke kleurtjes. En we beginnen hier met de caster muis, de Castor, die daadwerkelijk in verschillende kleuren te krijgen is. En ja, er is ook een zwarte met gewoon customizable LEDs en dergelijke, die voor dezelfde prijs op de kop gaat. Maar dit is een muisje voor €70 die er gewoon heel apart uitziet en heel apart voelt. Ja, laten we het even hebben over het design. Ja, dat is denk ik wel ook hetgeen wat het meest in het oog springt. Want als je deze video aan hebt geklikt en je ziet dat ding liggen, je hebt iets van... Maar huh? Ja. Het is niet voor gamers, want het is niet zwart met rood. Dus hoe werkt het? Nou, ik vind op zich leuke kleurtjes, alleen is het een statement als je dit gebruikt? Ben je dan een bepaald soort iemand? Ja, misschien wel. Je bent een gamer of een artist, volgens mij, Onyx. Het is, als je dit hebt liggen in je setup, het springt er wel uit. En ik denk dat juist is waarom je voor zoiets zou gaan. Je hebt hem natuurlijk in het blauw. Dat is dan de frosting versie. Oh nee, sorry. Frosting is de roze. Dit is de ice cream versie. Dan heb je french fries. Dat is felgeel. En frosting is dus dat hevige roze. En dan heb je natuurlijk nog een zwarte om gewoon een beetje clean te spelen. En die heeft ook ledjes. Die heeft dus ook ledjes. Wat gek genoeg dan wel weer dat ze dan zeggen van, de zwarte krijgt dan ledjes in alle kleuren van de regenboog die je kan customizen. Maar dus hetzelfde model voor dezelfde prijs is er ook gewoon eentje zonder ledjes. En dan moet gewoon de kleur voor zich spreken. En dat werkt ook wel, want dat kun je hier dus gewoon doen. En Myonix heeft sowieso die kleuren, die voeren ze door al hun dingen. Dus de nieuwe Avior muis is ook in die kleuren te krijgen. De long pad, de lange muismat die we er nou ook bij hebben liggen, die is dus ook in de bijbehorende kleurtjes te krijgen. Het is echt zoiets van, als je een zwart scherm hebt en een zwarte computer of laptop en je wil gewoon iets erin steken waarvan je zegt van, dat ligt er, dat springt eruit. Ja, dat heb je hiermee wel. Is het een goede muis? Ja, het is zeker een goede muis. Want wat ze heel simpel gedaan hebben, ze hebben gewoon gekozen voor een erg bewezen sensor die al in heel veel gaming muizen al bejubeld is. Dus dat is de Pixar PMW 3310. En dat is gewoon een 5000 dpi optische sensor. En dat gooien ze in meer dingen. Maar dat is gewoon een sensor die gewoon... Als je het de muishead vraagt, heb je zoiets van, dat was een goede sensor. Dat is nog steeds een goede sensor. Het is wel 5000 dpi, dus dat is niet die, weet je, wat je nou heel veel ziet, dat is natuurlijk 16.000 en dat is zo hoog en high-tech mogelijk. Maar dan speelt gewoon wat easier en heeft zoiets van, we pakken er eentje die gewoon al goed is. En de meeste gamers komen wel rond voor 5000 dpi. Ja, het is wel een muis alleen voor rechtshandige mensen, zie ik. Ja, het nieuwe model, de Avior, is dus echt, dat is het symmetrisch, dus dat die ambidextrous is. Ja. Ambidextrous. Maar dit is inderdaad gewoon eentje die echt specifiek voor de rechterhand is gemaakt. En dat heeft dan wel een ergonomisch design en mooi, weet je wel, bij de duim heb je zo'n soft-coated rubber coating, dat je eraan lekker veel grip hebt. Ligt gewoon heel fijn in de hand. Ja, daar kun je niet veel over zeggen. Dat is ook weer een beetje een smaakkwestie natuurlijk, van of je dat fijn vindt liggen. Ik vond het persoonlijk heel fijn. Het is gewoon echt zo'n fijne ergonomische ligging erop. En voor de prijs ook? Ja, voor de prijs ook. €70 zit natuurlijk een beetje middensegment. Dat is wel de prijs waarop de meeste gamingmuizen een beetje, al wat meer... poespas eromheen krijgen, maar dan heb je hier wel iets simpelers en dan moet het vooral, moet gewoon de outing moet voor zich spreken. Je betaalt deels voor gewoon het eruit springen van je setup natuurlijk. Dus wat je daarvoor ziet zijn gewoon een aantal bewezen concepten, gewoon DPI switch die je kan aanpassen, verschillende knopjes die je kan inprogrammeren en gewoon een prima muis. Wat is de software sensor. Trouwens? De software is overigens wel heel erg leuk, want die is gewoon heel erg simpel, strak, zoals je dit ziet gewend bent van Myonix. Die is dan weer heel subtiel en basic eigenlijk, want het is de tech die ervoor moet spreken. Niet de software. Ik vond het wel leuk om aan de software te zien dat die ook een beetje gamification erin heeft. En dat vind ik eigenlijk een beetje raar dat je dat bijna niet ziet. Oh, je krijgt experience points als jij je muis aanpast. Ja. Je krijgt experience points voor het gebruiken van je muis. Of in ieder geval, je hebt leuke statistiekjes die dat bijhouden en verschillende achievements die je kan unlocken voor, weet je wel, zoveel duizend kliks of zoveel meter afgereisd met dit ding. Sterker nog, als je de software ook opent, kun je bijvoorbeeld ook zien als je muis gaat bewegen van wat de versnellingsgraad is, weet je wel, hoeveel kilometer per uur ga je nu en dergelijke. Dat is echt heel leuk. Maar dat soort gamification zie je veel te weinig. En dat is toch wel gek, want het zijn allemaal producten die gericht
zijn op de gamer. Wij houden van statistiekjes, achievements en dergelijke. Ik weet dat Rockat het doet, maar verder zie je eigenlijk bijna nergens iets van, weet je wel, leuke statistieken die je erbij kan halen en achievements die je kan halen. Het is leuk dat je daar een beetje, dat je ook iets kan behalen met alleen het bespelen van je muis zelf over al je spellen. En niet dat je alleen maar in de spellen zelf achievements en statistieken hebt. Ja, wat vet. Nee, echt ja, heel leuk. Oprecht heel erg leuk gedaan. Verder is het gewoon een gedegen muis, weet je, je hebt een mooie gewoven kabel, alles is mooi in die kleur. Hij ligt lekker, de knopjes voelen gewoon goed aan. En je weet gewoon met die PixArt sensor, dat is een bewezen model. En dat muis gewoon lekker, daar gaat niks, daar zitten geen verspringingen of dergelijke in. Wil je het gelijk hebben over die muismat? Nou, ik wil de muismat eigenlijk nog wel een keer los in de video behandelen. Oh, maar okay. Ja, dat wordt ook wel een hele korte video, alvast spoiler alert. Want het is, ja, MyOnyx heeft een longpad voor 15 euro. Heb je een muismatje die gewoon wat langer is. Dan kun je dan een klein beetje op muizen. Maar het is vooral eigenlijk het handigst als polssteun. Je ziet ook dat die wat dikker is. En het leuke is dan wel dus dat ze daar wel weer dat sprekende design in hebben. Met die kleurtjes die dan mooi aanslaan op hetgeen wat er zo mooi in je setup uitpopt. Oké, duidelijk. Leuk is iets anders. En dat zo kunnen we het wel noemen. MyOnyx doet iets nieuws. En dat is in de game-industrie altijd fijn. Ik vind het zelf niet heel mooi. Maar goed, dat is maar ook andere ding. Kleuren niet? Ook bij de zwarte had je niet zoiets ik krijg ontzettende kleine plasser als ik dit soort hipster figuurtjes allemaal op mijn, op mijn stuff heb. Denk ja, weet je, verzin iets leuks in plaats van cliché tekening. Denk ja. Bij deze. Als je het handboek hipster erbij pakt, moet je het zo maken. Prima. Maar ik denk iets meer out of the box. Ja, nou ja, goed. Ik vond het juist wel out of the box. Binnen de gaming brand moet je ook gewoon iets hebben wat deze kant op gaat. Ja, oké, maar dat is dus een smaakding. Ja, dat is zeker een smaakding. Nou ja, jongens, MyOnyx. We hebben de eerste producten van MyOnyx gereviewd. Binnenkort meer, want we hebben veel meer stuff van MyOnyx. Dus dat is vet. Bedankt. Ook de Evion gaat er doorheen. Oh, wat vet. En dus nogmaals, spoiler alert, die longpads gaan we ook een keer behandelen. Nou ja, misschien wel eentje weggeven. We hebben er vier. Nou, helemaal leuk. Bedankt voor de behandeling, Tom. Ja, alsjeblieft, Peter. Bedankt voor het kijken, jullie. En mocht je alles willen weten hierover, ga even naar de geschreven review op gamersnet.nl. En check volgende week natuurlijk weer nieuwe Games at Gear. We hebben een spullen hier dat we nog voor 4 jaar Games at Gears kunnen maken. Want het is een beetje, het loopt over hier. Ja, je ziet het ook niet aan dat ik al een aantal weken hetzelfde aan heb. Nee, precies. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. En daar laat ik het bij. Of dat, ja, wat een statement. Ja, daar laat ik het bij.